Deze beelden worden mogelijk gemaakt door Omroep Venlo. Wil, allereerst van harte gefeliciteerd. Een sit-out Den Haag als trainer bij Fortuna, moet je knijken dit? Ja, vind ik ook. Het gevoel is apart. Ik ben daar, en dat is al een keer geciteerd, ik ben daar als een 9-jarig knulletje weg daar begonnen. In de zandbak te voetballen, zou ik zeggen, hè, met de schepjes. En uiteindelijk, jaar of 40 later, was een hoofdtrainer. Ja, het is heel apart. Er was in januari al dicht bij een overgang naar Rusland. Er zit een jongen bij de club. Was het kloppen, VVV? Nee, het klopt. Er liggen altijd uitdagingen. Maar na 10 jaar zoege arbeid bij VVV, hebben ze meegeholpen aan de ontwikkeling van de club op technisch vlak. Ja, dan wil ze ook weer eens gaan anders. En ik vind het ook een goede ambitie is om een keer in een andere keuken te kijken. Dus voor mij geen andere keuken, een vreemde keuken. Is wel een bekende keuken. Maar goed, de situatie is anders, andere functie. En die uitdaging, die loogt er. Ze hebben mij benaderd en dan begint het te kriebelen. Het was ook een functie, dit is al langer ambieerde. Ja, tuurlijk. Het is, ik vind als ze in de betaald voetbal zitten, moet ze ook een speler of een coach moet ambitie hebben. En dat wil niet zeggen dat ze dat per direct dan meteen worst, maar dat moest wel door gaan. En als zich mogelijkheden verder, en wie nu, ja, dan moest ze dat meteen in veld pakken. Wat is de doelstelling voor Fortuna voor het seizoen? Dit jaar grepen ze net neer voor de play-offs. Wat zien de verwachtingen voor komend seizoen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Op dit moment hebben we 10 spelers onder contract. Dus we moeten nog 8 spelers moeten we nog binnenhalen. En ik denk als de selectie bekend is, als ze dan een beetje kent gaan beoordelen wat de doelstellingen kunnen zijn. Die kent zich nu vastpinnen nu op de tweede plek in de eerste divisie of vastpinnen op een 12e plek in de eerste divisie. Ja, dat weet ik niet. En dat moeten we dadelijk samen bepalen en ook de voorbereiding beginnen, kijken wie die groep zich pakt. En dan kent ze ongeveer met ervaring wel inschatten waar ze terecht komt. Ja, mooie nieuwe uitdaging. Wie kijkt ze nog terug op de jaren heen bij VVV? Ja, ik heb net met Hans Hoentjes gesproken. Ik heb bij VVV natuurlijk een geweldige tijd gehad. Van de kelder uit de eerste divisie tot het vierde jaar in de Eredivisie handhaven. En ik heb zoveel ervaring meegemaakt. En daar ben ik de club zeer dankbaar voor dat ze me op een platform hebben laten werken. Waar ik toch vrij zelfstandig mee werk heb kunnen doen. Want ik heb niet immers continu op de vingerset gekeken. Dat is wel die verantwoordelijkheden. Maar goed. Dingen die ik coach vernieuwen kon innoveren bij de club, zoals het videoanalyse systeem. Ja, dat stonden ze ook meteen open voor, dus hebben ze een enorme ontwikkeling meegemaakt. En daar ben ik deze club zeer dankbaar voor. Goed zo. Nou, heel veel succes in ieder geval in Sittard. Dankjewel, merci.